Menno Koch, 1-1 tegen FC Emmen. En voor de tweede thuiswedstrijd op rij een punt waar het er 3 hadden moeten zijn, hè? Ja, dat weet ik niet of het 3 hadden moeten zijn, maar in ieder geval qua doelstellingen wat we nodig hadden, dat er zeker 3 moeten zijn. En ik denk als je naar het spel kijkt, dat we pas richting het einde echt dat lieten zien wat eigenlijk al heel de wedstrijd had moeten gebeuren. En, we hadden het met name eerst zelf denk ik moeilijk met hun. Ja, we hadden een goede organisatie en wij speelden veel te traag, veel te laag baltempo. We moesten veel meer van kant wisselen. Krijg je natuurlijk ook weer eerste kans, is ook een doelpunt tegen, te vaak ook. En dan richting de tweede helft, dan neem je een stuk meer risico, ga je op een gegeven moment 1-op-1 spelen. Ja, natuurlijk dan weet je dat je meer druk op hun krijgt, neem je meer risico. Ja, dan krijg je wel wat kansjes, uiteindelijk gelukkig ook die gelijkmaker. En dan weet je dat de laatste minuten nog even knal is. Ja, dan valt hij nu niet. Maar goed, ik denk dat hun ook een aantal keren de trek hadden kunnen overhalen. Dus nogmaals, we hadden hier 3 punten nodig gehad. Maar ik weet niet of we hier 3 punten verdiend hadden. Nee, 3 punten nodig. Dat was inderdaad wat ik bedoelde. Het was een beetje een kopie, hè, van de VVV. Die eerste kwartier, zeg maar, NAC, toch in de aanval. Een paar kansjes hier en daar creërend. Eerst de beste bal aan de andere kant ligt er weer in. Dat moet echt heel vervelend zijn. Ja, tuurlijk. Je bent heel wedstrijd, heel week bereid je voor op zo'n wedstrijd en bijna mee bezig. En dan, als dan de eerste beste kans er eigenlijk in gaat, dan dat is zeker zuur. En dat gebeurt dit seizoen helaas te vaak. En je weet dat we heel veel energie moeten stoppen om een doelpunt te maken. En die valt nu ook heel laat. Ondanks dat je dan aan het einde misschien nog wel even probeert te pushen en een paar kleine mogelijkheden krijgt, weet je dat de tijd dan nog heel kort is. En je maakt het jezelf gewoon te moeilijk. Ja, want voetballend de kans creëren, zat er vandaag, dat was lastig vandaag. Op het einde werd het ook gewoon maar lange ballen en kijken of die goed valt. Ja, ook al zei het tempo was gewoon te laag. En zij staan gewoon goed georganiseerd, goed compact. En dan moet je in ieder geval zorgen dat je met hoog baltempo's een beetje uit elkaar probeert te spelen. En dat was te traag. Daarin maakten we verkeerde keuzes. Waardoor zij eigenlijk heel makkelijk konden oplossen. En daardoor creëerden wij te weinig. Een punt. Dan leef je eigenlijk nog steeds tussen hoop en vrees. Misschien meer richting vrees ook. Hoe kijk je naar die restant van die wedstrijden, die 4 nog die nog komen? Ja, weet je, het is altijd, ik zeg altijd, zolang er een kans is, moet je ervoor gaan. En natuurlijk, nogmaals, hadden we hier 3 punten gewoon eigenlijk moeten hebben. Nu heb je er 1. Je bent. Qua statistieken is het nog mogelijk. Maar het wordt heel moeilijk, dat weten we. En, maar nogmaals, die kans als hij er is, ook al is maar 1%, dan zullen we daarvoor voor moeten gaan. En eerst voor een wedstrijd Fortuna zullen we het toch moeten laten zien.